Een studio waarbij je discobots kunt maken met behulp van een programma? Dit programma, die kan dit! Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games! En vandaag ben ik hier met een nieuwe discobot tutorial. Vandaag ben ik hier... Met namelijk een nieuwe soort van studio. Een Discord Studio Programma dat je toelaat om makkelijk zelf ja, soort van code te gaan schrijven voor jouw bot. Nu, deze tutorial is, of ja, dit, dit programma is namelijk naar mij gestuurd. Dus deze video is een gesponsorde video van de developers zelf. Zij hebben namelijk mij een key gestuurd zodat ik gratis voor hun, eigenlijk hier, ja, zodat ik gratis het programma heb gekregen. Dus dat wil ik eventjes bijzeggen. Maar Discord Studio is dus eigenlijk een studio die je toelaat. Waarbij je eigenlijk geen kennis van programmeren nodig hebt. Nu, voordat alle mensen hier onder het bericht beginnen te sturen van Jens, dit is niet programmeren. Ik geef je volledig gelijk. Dit is inderdaad niet programmeren. Dit zijn vakjes inslepen en het is klaar. Maar ik wil het jullie toch laten zien dat het bestaat. Maar één grote disclaimer: het is. Voornamelijk basic op dit moment. Het programma is nog niet zo oud. En het is voornamelijk basic. Dus eigenlijk verschillende tutorials die we al hebben gezien van Discord: die kun je zelfs niet doen met dit programma. Dus daarom, dit is. Basic. Maar ik wil het jullie toch laten zien dat het bestaat. Dus daarom ga je als eerste naar de eerste link hieronder in de beschrijving. En daar kan je deze namelijk gaan afhalen. Of je kan deze kopen voor namelijk 8,19 euro. Een gek getal, maar dan kan je dit programma gaan kopen. En dan ga ik het jullie een keertje laten zien wat dit programma allemaal kan. Nogmaals, dit is gesponsord door de developer zelf. Als je dit programma hebt afgehaald en je hebt het volledig geïnstalleerd. Wat pijlsnel gaat. Het gaat extreem snel. Het is een heel licht programma. Dan heb je een scherm zoals dit. Namelijk dit scherm, Discord Studio 0.6.0. Je ziet dus dat het nog een jonge jaren is, want het is pas in mei, het is pas een maandje oud, dit programma. Dus er komt nog maar telkens bij en bij en bij. Maar we moeten eigenlijk, voordat we volledig gaan beginnen, gaan jullie gespamd worden met een pop-up. Namelijk deze pop-up: Please choose a bot location in the shoes Bot tab before beginning. Want we moeten nu eigenlijk een bot gaan toevoegen aan het programma om ons toe te laten om te kunnen programmeren voor die bot. Dus wat we eigenlijk gaan doen is naar Shoes Bot en hier gaan we eigenlijk een nieuwe bot gaan aanmaken. Je ziet het bij mij staat al in testje, maar ik ga eventjes eentje aanmaken. Dus ik klik hier op Create New Bot, Shoes Folder. Dat is letterlijk het bestandsfile waar deze moet opgeslagen worden. Ik kies eventjes dit bestandje, zodat ik later weet waar je die kan gaan vinden. En de botnaam die kies je namelijk zelf. Ik noem deze eventjes YouTube. YouTube van YouTube Tutorial. En ik klik op Save Bot. En als we dat hebben gedaan, dan hebben we eigenlijk een nieuwe bot al aangemaakt. Maar dan moeten we natuurlijk nog verschillende dingen aan gaan toevoegen, zoals jouw ja, het ID van die bot, zoals het ID van die bot en nog een hoop andere dingen. En daarvoor moeten we naar het volgende tapje, naar namelijk setup. Bij Setup kunnen we deze bot gaan, ja, gaan aanpassen. Nu, je moet goed opletten dat je de juiste bot hebt geselecteerd. Dus je ziet bij mij Test YouTube, maar ik heb YouTube, ja, de YouTube-tutorial geselecteerd. En dan gaan we naar Setup. We kunnen hier een prefix opgeven en dat is jouw, puur jouw commando-prefix. Ik neem altijd uitroepteken. En vervolgens hebben we de bot Token en Client ID nodig. Daarvoor ga je naar de tweede link hieronder in de beschrijving. En dan ga je namelijk naar hier de Discord Developer Portal. Daar meld je je aan met jouw account. En dan kan je een nieuw application aanmaken. Je ziet het bij mij staan er massaal veel. Maar ik ga deze toch tegenwoordig gaan verwijderen hoop ik. Nu je klikt op nieuw application. En dan kan je een naam meegeven zoals jij wilt. En ik ga dit uh, bijvoorbeeld YouTube tutorial noemen. Zodat ik weet dat ik deze kan verwijderen. We klikken op create. En dan wordt deze aangemaakt. En je ziet al direct client ID. Kopie. dan gaan we terug naar het programma, en dan typen we hier client ID. Maar bot token moeten we ook mee hebben, dus we gaan eventjes naar hier. We gaan terug naar bot, we klikken op add bot, yes, do it. Dan, als de bot gemaakt is, klikken we hier op click reveal token, hoeft niet, maar dan kan je dit kopiëren. Dat gaan we gaan plakken hier bij bot token. En als we dat hebben gedaan, klikken we op save. En dat is opgeslagen. En nu is jouw volledige bot eigenlijk al klaar en kan je deze eigenlijk al testen. Maar voordat we dit kunnen doen, moeten we deze bot gaan toevoegen. Om deze bot toe te voegen ga je naar de derde link hieronder in de beschrijving en dan ga je terechtkomen op deze pagina met een kruis door. Geen paniek, helemaal van boven jullie kunnen het juist zien staat hier client ID, zet hier jouw client ID. General information, copy, geef toegang tot jouw account. Je plakt dat hierin, je klikt op Enter, je krijgt een nieuw scherm. YouTube Tutorial is inderdaad mijn bot. En we selecteren hiervoor een server. En ik ben met mijn Alt-account verbonden. <laughs> en dan kan je een server uit gaan kiezen. Bij mij is dat de TBG YouTube Server. Dus daar klik ik op en ik klik op Autoriseren. Bliep, bloep, bloep. Ik ben geen robot, dat is klaar. Geautoriseerd. En als je dat hebt gedaan, dan zou bij Discord die toegevoegd moeten zijn. Um... Inderdaad, YouTube tutorial, hier staat hij. Nu vergeet niet om die bot ook de rechten te geven. Dus we gaan hier naar rollen en we gaan bot. Um, de rol bot in mijn geval, als we eventjes naar onze serverinstellingen gaan en we gaan naar rollen. De botrol heeft letterlijk beheerderrol en nog uh, uitnodiging creëren, verandering, gebruiksnaam. Ja. Eigenlijk vrij veel permissies heeft deze bot. Dat moet hij wel hebben om alles natuurlijk te kunnen doen. Voordat we echt gaan programmeren, kunnen we ook regels gaan toevoegen. Daarvoor gaan we helemaal rechts naar rules. En hier kan je regels activeren. Deze regels zijn automatische zaken die je al kunt doen. We kunnen bijvoorbeeld kikken activeren, banning activeren, dat hij dat gewoon na een bepaald aantal keren al automatisch voor jou doet. Dus dat is wel iets heel handig. Dus je kan kicking aanzetten, banning aanzetten, het waarschuwingsbericht, het kickbericht, je kan je opgeven, het banbericht. Hier staat tijd en seconde, wanneer dat een bericht is Gezien als spam. Dus als er zoveel seconden niet tussen een bericht zit, dan wordt het gezien als spam. Dus als er dan zo drie aantal keer in die periode gebeurd is, of vijf aantal keer dan, ja, drie aantal keer een waarschuwing, dan een kick, dan een ban. Dus dit is puur om ja, spam tegen te gaan. Dus dat is wel handig. Ik kan je automatisch aanzetten. Voor duplicated messages, dat zijn telkens dezelfde berichten. Dus daar kan je ook namelijk naar kijken. Dat kan je allemaal opzetten als je wilt. Ik ga dat eventjes niet doen. Eigenlijk. Kunnen we dit al een keertje gaan opstarten? Daarvoor gaan we naar Runbot. Bij Runbot zie je letterlijk stop en start. Dus we klikken op start. Als we op start hebben geduurd, dan zou inderdaad, hij is al opgestart. Dat gaat extreem snel. Je ziet het dus. Hij werkt. Maar we kunnen nu eindelijk gaan programmeren. Dus ik ga het eventjes gaan stoppen. En dan kunnen we eindelijk gaan programmeren. Daarvoor gaan we namelijk naar onze comments tab. Bij de comments ga je een zwart scherm krijgen met allemaal ja, verschillende kadertjes en vormpjes en weet ik van nog wat. En standaard staan er twee verschillende commando's. Nu, ik heb opgevallen dat die twee commando's niet werken. Dit zijn voorbeelden. Dus deze twee gaan ook niet gaan werken. Nu, ja, we kunnen bijvoorbeeld zelf eens een commando bijvoorbeeld gaan toevoegen. Die bijvoorbeeld gewoon een commando uitvoert en een tekstbestandje terugstuurt. En het net hetzelfde als hier. Hoe dat we dat doen is als volgende: we klikken op Add Comment. Dus voeg een nieuw commando toe. Geeft die een naam zonder jouw prefix. Dus comment name is bijvoorbeeld een Brrr, test. Ik neem nu heel, heel eenvoudig test. We klikken op add. Die komt er tevoorschijn en die kan je slepen naar waar je wil. Vervolgens moeten we een respons gaan toevoegen. Oftewel, wat moet hij gaan doen? En daar zijn verschillende opties. We hebben message, stuur een bericht terug. Variabelen, daar gaan we straks bij komen. User data. User data is gewoon: Ja, verkrijgt de user of uh, editeert de gebruiker. User action, Ja, voegt een rol toe. Kijk naar de permissies na. Kijk een user. Ben een user. Daar gaan we het zelfs ook over hebben. Channels, creëer een kanaal, Verwijder Verwijder een kanaal, verwijder berichten, server voeg een rol toe, kan je ook doen, botacties, zet de game, zet de status, zet af, daar komen we straks pas bij. En spreadsheet ga ik het niet over gaan hebben. Maar ik ga dit keer op message hebben, send message, dan kan je ook een embed nemen en laten we dat een keertje erbij nemen en service de message zelf. En hier kan je bijvoorbeeld een titel geven, verstuur bericht. Ad, die kunnen we omslepen, dan is het één keer klikken, loslaten. Opnieuw klikken. Niet klikken en slepen, dat was een fout die ik maakte. Dat heb je namelijk niet nodig. Bij test, als je dat gaat openen, zie je gewoon dat je hier ook rollen kunt toevoegen voor wie dat eventueel het commando mag gebruiken. Dus dat is wel heel handig. En het commando naam. En als we hier op de bericht gaan klikken, dan krijgen we een preview en de volledige uitleg die we kunnen meegeven. De kanaalnaam. Nu, de kanaalnaam is de naam van het kanaal waar je het in tevoorschijn wilt laten zien. Maar je kunt ook de variabelen openen. En dan zie je dat er verschillende ingebouwde variabelen zijn. En we gaan deze gebruiken. De channel, this comment was called in. Het kanaal waar het commando is ingeroepen. Dus dat wil ik terug hebben. Dus ik ga dat kopiëren en plakken. We kunnen een kleur meegeven. Dat is heel handig dat je dit hebt. Dus we nemen roze. Voor het leuk te maken. Dan zie je. Roze. 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 De titel. We kunnen de titel meegeven. Bijvoorbeeld testtitel. Ziet er langs Uw URL hoeft niet. De auteurnaam. Ik neem hier Jancy. Hoppa. Maakt mij toch niet uit. De beschrijving. Dit is een. Beschrijving. Eventueel een thumbnail kan je een URL meegeven: image, footer, text, timestamp. Maar natuurlijk mag dat erbij. Hup, set timestamp en footer, text, tekst. Je ziet het met ook in één keer de datum. En dan kan je ook nog velden toevoegen: bijvoorbeeld een, een test veldnaam met dan de velddata. Dus zo zie je dat je titel, beschrijving en alle verschillende velden en je kan blijven toevoegen. En op Save is dat opgeslagen. Bij een van de voorbeelden ga je namelijk zien wat je allemaal kunt. Dat is eigenlijk al hetgeen zoals je hier ziet. Kan je allemaal doen. Dus je kan thumbnails zetten. Autorafvendag kan je ophalen. De velden kan je invullen. Inline kan je deze totdat die in één lijn zijn. Kan je allemaal kiezen. En met behulp van de variabelen zie je dus wat je kunt oproepen. Dus dat is wel extreem handig. Maar nu dat we eigenlijk al een commando hebben gemaakt, kunnen we het opslaan. heel belangrijk, klik op Save Flow. Ga terug naar Home, klik op Run Bot, vervolgens op Start Bot. Klein beetje vervelend, maar maakt op zich niet uit. Dus als we hier terecht komen, Bot is opgestart, dan kunnen we het commando gaan uitproberen. Uitgetekend test en we zien het. We krijgen direct ons berichtje terug. Dit is een beschrijving, Veltaat en het Roos. Krijg je allemaal terug. Oké, okay, dat was een klein voorbeeldje. Maar dan ga ik nu twee voorbeelden aan jullie laten zien. Wat je er nog mee kunt doen. Dus ik stop hier eventjes de bot, want dat is wel vrij belangrijk. En we gaan terug naar Comments. Hier ga ik eigenlijk het volgende gaan doen. Ik ga eventjes deze examples. Kan ik die niet allemaal in één keer wissen? Eh. Uh, uh. Oh. Je kan de delete-knop gebruiken, maar je kan ze niet allemaal aanduiden. Ik wil die kunnen selecteren, maar dat gaat blijkbaar niet. Maar hoe kunnen we nu iemand kicken? Heel eenvoudig: add comment. Ik noem dat commando als volgende: kick. En we voegen dat toe. Kijk eens aan. Dat is het commando. Moet hier op zich niks aan aanpassen. Add response. Wat we hier gaan doen is gaan nakijken als die persoon permissies heeft. Dus dan doen we user actions check user permission. Bijvoorbeeld check. En, hoppa, linkermuisknop, linkermuisknop, dat is al geselecteerd. Dus dit is gewoon letterlijk een if, een if-else om na te kijken als die permissies heeft. Maar welke permissies? Dubbelklik! Welke gebruiker moeten we gaan nakijken? A, de gebruiker die niet die we meegeven, maar de gebruiker die dit commando uitvoert. Dus dat is dit, comment out Die gaan we hier van boven gaan inzetten. En welke permissie moet hij hebben? Kick members. Je kan trouwens een controle inhouden om meerdere aan te duiden. Dit zijn ze trouwens allemaal. Vind ik wel heel handig dat die opgelezen is. Safe. Heeft hij niet de permissies of heeft hij wel de permissies? Wat moeten we doen? Als die geen permissies heeft, ga ik gewoon letterlijk een heel simpel berichtje terugsturen. En dit gaat gewoon uh, geen perms noemen. Die sleep ik eventjes naar hier en met elkaar gaan verbinden. De channel name is het kanaal waar het in opgehoepen is. Dus we doen dat deze namelijk. En het berichtje bijvoorbeeld geen perms. Oké, okay, als we hebben nagekeken als die perms heeft of geen perms. Dan gaan we natuurlijk doorgaan, eenmaal als die wel permissies heeft. En dan moeten we de gebruiker gaan ophalen. Dat gaan we met een variabele doen. Dus we doen add response. We klikken op variabelen. En we gaan hier get mentioned user gaan gebruiken. Dat is de gebruiker die we willen verkrijgen. En ik geef de titel getUser mee. Dit gaan we ook weer opnieuw gaan met elkaar verbinden. Om de gebruiker te verkrijgen, moeten we natuurlijk de variabele naam gaan meegeven. Deze variabele naam hebben we zo dadelijk nodig. Bijvoorbeeld ik neem hier kick user. Of kickedUser, user, of ja maakt op zich niet uit. Dus kick user is onze variabele naam. Dus we klikken op Save. We hebben nu de gebruiker. Dan moeten we natuurlijk deze gaan kicken. Dus we doen een nieuwe respons. En we doen User Action. En we doen hier Kick User. En hier ga ik gewoon letterlijk schrijven: Kick User of zo. Heb ik dat al genomen? Ah nee, toch nog niet. Kick User. Die gaan we ook weer gaan selecteren met elkaar. En um, ja, de user to kick is jouw eigen gemaakte variabele. Als we dit gaan openen, zien we, aha, hij staat hieronder, procent, procent, kick user. Dat is onze eigen variabele. Die gaan we hier gaan zetten en eventueel kan je ook een redenen hierin zetten. We klikken op save en dit is. het. Hij is automatisch opgeslagen. En dan kunnen we een keertje onze bot gaan opstarten en een keertje testen als deze volledig werkt. We gaan naar Discord. We gaan onze, mijn alt-account eventjes gaan kicken. Kik at Jens 1996 alt. Ik klik op enter. En ja, hij is gekikt. Je ziet het, zijn naam is volledig hier weg. Hij is uit de server gegooid. En zo heb je eigenlijk een vrij makkelijk commando gemaakt. Die er gewoon voor zorgt dat iemand wordt gekikt en permissies worden nagekeken. Maar dat is nog niet alles. Want er is nog een tabletje events. En bij events... Daar hebben we eigenlijk alle events die gebeuren. Zoals een gebruiker die geband is, een gebruiker die gekickt is, iemand die binnengekomen is in de server. Jammer genoeg kan je geen responses bij aanmaken. Dit zijn de basis responses. Ook al is er eentje met leave, maar die staat er niet bij. Ook al scrollen we. Heel ver naar onder, die staat er gewoon niet tussen. Dus dat is wel jammer dat er alleen maar die paar tussen staan. Maar wat ik bijvoorbeeld wil maken is een XP-systeem, zodat iedereen experience krijgt wanneer dat hij bijvoorbeeld een reactie stuurt. Om dat te kunnen doen, ga ik AnyMessage gaan gebruiken. Dus dat is onze Event Any message. Als we deze openen, zien we hier MessageUser. Dus dat is bericht van de gebruiker. Wat ik wil doen per bericht dat deze gebruiker stuurt is die experience punten gaan geven. Om dat te kunnen doen, moeten we het volgende doen. Volgende doen. Om dat te kunnen doen, maken we een nieuwe respons aan. We gaan deze namelijk naar user data aanpassen en we doen op get user data en oh nee 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 edit, edit. We gaan de data gaan editeren en we geven die naam bijvoorbeeld give xp, give experience. En ook weer deze gaan we selecteren met elkaar. En als we deze gaan, openen, doen, gaan, openen, gaan open doen, zien we User to Set Form. Als we dit opnieuw gaan openen, dan zien we hier onze Message User. Dat is hetgeen wat ik daar wil gaan inzetten. Message User. Ons dataveld gaat XP gaan noemen. We willen natuurlijk plus doen. En wat willen we doen? Plus 1. Telkens per bericht dat deze gebruiker doet. Oké, okay, we kunnen dat opslaan. Maar. Natuurlijk moeten we ook nu eventjes een commando aanmaken, want we willen zien hoeveel XP dat we hebben. Dus dit is eigenlijk al klaar. We kunnen naar home gaan en dan terug naar comments. We gaan hier een nieuw commando gaan toevoegen, add comment, en die noemen we XP. En dat is het eerste. Vervolgens gaan we een respons gaan toevoegen. En dat doen we met user data. Get user data. En ik ga deze bijvoorbeeld getxp noemen, want we willen natuurlijk de experience gaan verkrijgen van die gebruiker. We koppelen die met elkaar. En ja, dan moeten we natuurlijk ook wel een beetje data gaan meegeven. Welke data willen we hebben? Ja, van die gebruiker die het commando uitvoert. Dus, dan gaan we eventjes gaan spieken welke naam dat we moeten hebben. Dat is deze, de command author, die hebben we namelijk nodig. Dataveldje is xp, weet je van daar juist, die hebben we namelijk xp genoemd. De variabelen, in welke variabelen willen we dit gaan steken? Bijvoorbeeld, user xp, zodat we die dadelijk kunnen gebruiken. En dit laten we ja, op user staan. Het gaat niet anders. En dan moeten we dit ook nog gaan verzenden. Dus doen we Add Response. Dit gaan we bijvoorbeeld Send XP noemen. Message, um, dat mag gewoon message blijven. Ja, we gaan het zo laten. En ook weer die gaan we met elkaar gaan verbinden. En hierbinnen gaan we het volgende gaan doen: Channel Name. Dat gaan we natuurlijk gewoon dat, command, dat kanaal gebruiken waar het in opgeroepen is. En we kunnen als bericht bijvoorbeeld sturen. Uh, je hebt dan het aantal XP dat is namelijk niet wat hier binnenin staat, maar dat was er juist volgende. Dus dat is procent 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 en dan bij procent procent zetten we het volgende user xp xp. Oké, okay. ja, dat is het eigenlijk. En als we op gaan slaan, ik ga eens kijken user xp is het met hoofdletters. Dus dan gaan we dat eventjes ook gaan aanpassen hier tussenin dat dat aangepast is. En dat is het. Het is opgeslagen. We gaan dan terug naar home. We klikken op run bot en stoppen en starten, want dat moet altijd herstart worden. En dan, als we hier een berichtje sturen. en dan terug opnieuw XP doen. je hebt 2 XP en dat klopt. 1, 2. Dus iedere keer als ik nu ga typen. en we typen XP, dan krijg ik blijkbaar een warning. <laughs> ik had het toch uitgezet, maar blijkbaar is dit al spammen. <laughs> dus dan krijg ik warning. <laughs> maar ik dacht dat ik het al uitgezet. Ik heb de rules uitstaan. Hoe kan dat? Eh, maar ja, oké, okay, maakt niet uit. Maar zo zie je dus. Zo kan je eigenlijk verschillende commando's gaan aanmaken. Nu, ik ga heel kort nog eventjes overlopen. Welke verschillende types. Dat is gewoon heel kort overlopen. Dus, een bericht kan je een bericht, een foto of een embed gaan sturen. Een variabele is letterlijk dat je een variabele kunt gaan aanmaken. Je kan de gebruiker verkrijgen. De auteur, het kanaal. De, ja, een variabele aanpassen. De gebruikersdata is verkrijgen, zetten van de data. Aanpassen van de data of nakijken van die data. De acties wat je kunt doen van de gebruiker is een rol toevoegen. We kunnen de permissies nakijken, kicken en bannen. Channels is aanmaken, kanaal verwijderen of alle berichten verwijderen uit dat kanaal. We kunnen een rol toevoegen aan onze server. We kunnen de bot game naam toevoegen, de status, een avatar geven we aan de bot. En spreadsheet is om gegevens te importeren. En bij de events hebben we als volgende, we hebben hier namelijk ook berichtje om ook nog altijd berichtje te versturen. Dus je kan het ook hier inbouwen. We hebben ook natuurlijk de user actions, dus we kunnen een rol toevoegen of de permissies nakijken, heel handig. De data, verkrijgen van de data, editeren en zetten, en dan kunnen we ook weer een variabele zetten. Met generate random nummer. Wat ook een hele fijne is. Dus kan je een random nummer gaan genereren. Voor de rest is er niet meer zoveel aan. Ja, je hebt nog een volledige Wikipedia pagina. Daar heb ik al deze gegevens van afgehaald. Dus die kan je eens een keertje gaan lezen. Ja, de. Dan eventjes de voordelen en de nadelen. Voor mij persoonlijk na een beetje testen, wat zijn de voordelen? Het is snel, het is heel makkelijk aan te passen, um, het is redelijk snel opgezet en redelijk makkelijk in gebruik. Dus dat is eigenlijk wel een grote voordeel aan het programma. Nadeel is, ja, het is basic. Je kan echt bepaalde tutorials die ik al heb gedaan niet doen met dit soort. Dat is wel jammer, maar nogmaals, het is pas een maandje uit. En het is misschien iets te, ja, misschien juist iets te prijzig voor wat het doet of voor wat het kan doen wanneer dat je alles gratis ook kunt doen. Dus dat is het misschien. En ook dat je telkens met herstarten van... Ja, stoppen en starten van jouw bot. Dus dat is wel vrij jammer. Maar, ja, nogmaals wil ik de developers extreem hard bedanken voor het sponsoren. En mij een gratis kopie te geven van de game. En die, van de game. Van het uh, programma. En ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Liever dan een duimpje mogen doen. Raak in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat... Bellie-content een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!